Hartelijk welkom in Studio 1. We gaan luisteren naar Bert Hubert over security en het einde van een computer die alles kan, mag en doet wat jij wil. Geef een hartelijk applaus, want hij heeft heel erg zijn best gedaan om hier op tijd te zijn. Ja, kan iedereen mij goed horen? Ja. Oké. Nou, fijn dat jullie er zijn. Dit is een onderwerp wat heel na aan mijn hart gaat. Namelijk, eigenlijk, we praten in de security wereld heel veel over is SSL veilig, is Secure Shell veilig. We kunnen nachtenlang praten over of AES nou wel niet te vertrouwen is. En daarbij vergeten we soms het hele grote ding, namelijk de computer waarmee iedereen met onze diensten praat. En wat een vuilnisvat is dat. Ik dacht, vandaag schraap ik maar eens even alles bij elkaar om te weten over hoe erg het is. Dank voor jullie aanwezigheid. Nou, heel even kort, wie ben ik? Ik zeg het niet zozeer om te pochen, maar dan weet je een klein beetje wat mijn achtergrond is en waarom ik dit vind. Meest relevant in dit geval is de PowerDNS software. PowerDNS is een nameserver met een hele toffe DNS-sec erin. Draait inmiddels ongeveer 30% van alle internetdomeinen van de wereld. En ik geloof 98% van alle DNS-sec domeinen in Noord-Europa. Waarom is dat relevant? Dat betekent dat als je DNS de verkeerde kant op wijst, dan gaan je packets vanzelf ook de verkeerde kant op en je euro's uiteindelijk ook. Security houdt ons daarin nogal wakker. Zoals de paniek die de afgelopen week was, dat de anonymous mensen dan zouden proberen DNS plat te krijgen. Zelfs zo'n niet heel serieus te nemen waarschuwing leidt tot grote paniek in de DNS-wereld. Ook wel relevant, ik heb een flinke tijd samen met de vrienden van Fox IT gewerkt. Ik vind het ontzettend leuk dat ik was daar net weg en toen werd ik gevraagd van, joh, wil je een lezing geven bij Madison Gurka? Ik zei, joh, zou iedereen dat nou wel leuk vinden dat ik net wegga bij Fox IT en dan bij hun een praatje houden? Nee joh, iedereen, dat is alleen maar geweldig en leuk. En zo zie ik dat ook. Dat is toch fijn dat we elkaar in de security-wereld gewoon een beetje te vinden. Als laatste tegenwoordig ben ik Cyber Security Solution Architect bij een Amerikaans bedrijf. Die houden van toffe titels. Daar kom ik zo nog wel even terug. Dat is ook wel relevant. Heel kort eventjes, NetScout. Dit is een bedrijf die maakt apparatuur om netwerkverkeer mee op te nemen. Dat doen ze al 25 jaar. En afgelopen jaar kwamen ze erachter dat dat misschien nog wel wat security-nuttigheden kan hebben. Als je gehackt bent, zul je misschien weten door wie en waarom. Dus die jongens die... wij zijn nu net in de security-wereld terechtgekomen. Dus als je packets wil opnemen, weet je het te vinden. Oké, waar gaan we het over hebben? Ik heb een brute titel aangegeven. Het einde van de algemene multipurpose PC voor echt secure toepassingen. Dat is nogal een stelling, dus dat vergt wat uitleg. Hoe is het nou zo gekomen? Hoe kwam het nou? Hoe erg is het dan? En kunnen we er nog iets aan doen? En zo ja, is dat makkelijk of is dat moeilijk? Oké, veilige dingen doen op een PC. En dan heb ik het waarschijnlijk niet over jullie PC. Want jullie zijn allemaal erg security bewust, klikken niet zomaar op links, installeren geen enge dingen. Maar jullie hebben allemaal wel vrienden en familie die dat niet zo hoog in het vaandel hebben staan. En dat merk je al als iemand zegt, als je zegt van ja, ik moet even wat geld overmaken. Zou je dat op de computer van je moeder doen? Of van je neefje die overal klikt? Wie van jullie zou daar wel twee keer over nadenken? Ik heb de goede zaal te pakken. Het verhaal gaat dus ook niet zozeer over jullie, want wij weten dit allemaal wel. Wij hebben al een vieze gevoel erbij. De meeste mensen die, ja, weet je, beter om er niet over na te denken. Het is best wel een enge gedachte dat jij op jouw PC echt belangrijke dingen zit te doen. Terwijl je weet dat zo'n PC een waar broeinest is, een petrischaaltje waar allemaal leven in kan zitten. En je ziet dat ook wel een beetje. Internetbankieren wordt wel heel strak in de gaten gehouden. Als jij zomaar rare bedragen probeert over te maken met je internetbankieren, dan zul je merken dat dat niet lukt. Dat jouw bank profiel heeft van jou en jouw transacties in de gaten houdt en zegt, joh, deze man heeft nog nooit geld overgemaakt in Nigeria. Misschien is dat wel raar. En ten tweede, kan je jezelf voorstellen dat je ooit echt een serieus contract, dat je een huis zou kopen via je PC? En dat komt niet in je op. Daarvoor ga je naar echte mensen, naar een echte notaris. Want je denkt, ja, dat ga ik dan niet op een computer doen.
Maar dat is dus heel jammer, want dat houdt ons dus tegen. Er zijn een paar, iedereen maakt elkaar graag altijd bang. Van, er zijn 650 miljoen cyberaanvallen per uur. Ik geloof niet zo in die hele stevige nummers, maar het is wel een nummer waar ik wel heel erg van geschrokken was. Er heeft iemand gewoon een normale kantooromgeving genomen, dus waar computers staan die het pand niet uitgaan. Die allemaal netjes achter de firewall staan, virusscanners, alles erop en eraan. En nog steeds bleek 5% van die dingen een of ander stukje malware onder de leden te hebben. En de meeste van die malware was niet eens opzettelijk. Het is gewoon gebeurd. En dat zijn de beveiligste computers die we hebben. Het zijn computers die op kantoor staan en die goed beveiligd zijn en waar jouw neefjes niet aan zitten. Het is best eng. Maar ja, we gaan toch maar door met de wereld, met onze bankzaken doen en ons belangrijke werk in onze geheimen, want hoe wij het anders doen. Hoe erg is het nou? Een heleboel mensen voelen ergens wel dat er iets niet goed is. Als je iemand tegenwoordig vraagt, joh, kan je dit programma even installeren? Het wil zoiets, moet dat? Kan ik dat niet gewoon via mijn webbrowser doen? Mensen voelen ergens al dat er iets niet helemaal goed is met de PC. Daarom verklaart voor een deel ook wel het enthousiasme voor de iPad en andere dingen. Dat is niet alleen dat het een onwijs gaaf hebben dingetje is, dat zowel vrouwen als mannen aantrekt, maar het is een apparaat waarop alles weer simpel is. En waarvan mensen weten, joh, ik kan dit programma installeren, ik kan het ook weer deinstalleren, en is het weer weg. Ik heb nog nooit een programma onder Windows gedeinstalleerd gekregen dat het ook weg was. Dat gebruik ik ook bijna uit Windows. Maar toch. Een angstig idee, en ik word hier gewoon helemaal kriebelig van. Iedere keer als ik een programma moet installeren, ieder programma wat je installeert, kan gewoon alles met jouw gegevens. Dus installeer een nieuwe Minesweeper en er is niks wat Minesweeper tegenhoudt om al jouw bestanden te posten op Dropbox. Ja, er komt zo'n mooi vinkje van dit programma wil met het netwerk praten. Vind je dat goed? Ja, natuurlijk vind ik dat goed, want ik wil graag Minesweeper spelen en mijn highscores updaten. Vind ik goed. Ieder programma kan bijna alles vanzelf. Er zijn allerlei behulpzame pogingen geweest dat programma's voor alles toestemming moeten vragen. En het maakt niet uit, want iedereen geeft toestemming voor alles. Het is best eng dat ieder programma zomaar alles kan. Dus alles is verhuisd naar de browser. Iedereen zegt, kan ik dat niet in mijn browser doen? Kan ik geen tekst verwerken in mijn browser? Ja, natuurlijk kan dat. En daarmee hebben we het probleem krachtig verhuisd naar de browser. Want inmiddels is een beetje internetbrowser groter dan een operating system van 5 jaar geleden. Hij doet namelijk al hetzelfde. In Chrome kan je dat leuk zien. Ctrl-Alt-Escape, geloof ik. Dan krijg je de Chrome Task Manager. Nog heel even, je kan hem booten. Sterker nog, mensen draaien al Linux in hun browser, dus op zich zijn we klaar. Even wat kleine dingetjes. Security heeft een heel groot veld, en zeker in deze kringen klapt dat heel erg open dat mensen een heel hoog verwachting van het beveiligingsniveau hebben. Dus van encryptie verwachten we dat het algoritme gepubliceerd mag worden. Iedereen mag er aan zitten, maar zolang je de sleutel niet leest, kan je nog steeds niet lezen. Zulke hoge definities gaan we hier niet eens hanteren. Het enige wat mij op dit moment interesseert is dat ik achter mijn computer kan gaan zitten en dat ik de enige ben die computer bedient. Dat niet iemand anders dat ook kan. En dat is al heel moeilijk blijkt. De echte pre-definitie van security, namelijk dat hij niet iedere toets die ik indruk uitzendt over het RF-spectrum dat iedereen kan lezen, daar gaan we al niet eens aan beginnen. Het is gewoon puur, kan ik nog enige hoop hebben dat ik de enige ben die mijn computer beheert? Nee. Dit is het klassieke voorbeeld. Als ik internetbankier, wil ik graag bepalen waar mijn geld heen gaat. Kennis van mij beheert $250 miljoen. Niet zijn geld, maar hij beheert het wel. En ik vroeg me een keer, hoe maak jij nou dat geld over? Hoe werkt het dan? Hij zei, nou gewoon, ik ga achter mijn pc zitten, ik maak het over. Ik zei, dus er komt niet meer bij kijken. Nee joh, ik heb zo'n random reader dingetje. Oké, dat was het dan. Het is dezelfde pc waarop hij zeg maar communiceert met de hele wereld. Bank is het op zich wel met je eens dat het belangrijk is dat het geld niet de verkeerde kant op gaat. En dus die geven je in Nederland zo'n leuk apparaatje, een bankapparaatje om op je tand te kopen en allerlei andere dingen. Daarmee zijn we in de hele wereld al erg tof. Grote stukken van de wereld kregen gewoon een pincode van 5 cijfers. Dat is wel raar. En dan hebben we 2 eenvoudige eisen. Als ik ga internetbankieren wil ik graag dat ik de enige ben die instructies kan geven. En als hij daarna zegt van, vind je het goed dat ik de volgende overschrijvingen ga doen, zou ik het ook leuk vinden als dat ook zo was. Op zich vragen we niet heel veel. Maar blijkt nou, er is een enorme business voor internetbanking malware. Het is dus niet meer gewoon van,
Er zijn mensen die wel een virusje geschreven. Je kan complete toolkits downloaden, beheerders erbij. Mensen die namaak websites voor jou maken voor phishing doeleinden. Ze doen de mailings ook voor je. Het is eigenlijk zoiets als je een McDonald's kan beginnen door een franchise te starten. En dan krijg je van McDonald's een grote M om op je restaurant te zetten. Zo kan je eigenlijk ook bankierfraude beginnen. Er zijn allemaal mensen die jou helpen aan de juiste versies van de malware die je voor nodig hebt. En die je tips geven hoe je dat geld door scholieren weer naar buiten kan raten. En dit is heel heftig. Hier zijn hele gebouwen van de mensen zijn hier non-stop mee bezig. In Nederland is hier echt een loopgravenoorlog tussen de banken en de malwarehoeven. En die zitten elkaar de hele tijd vliegen af te vangen. Die zitten steeds te kijken van nu gebruiken ze dit patroon van transacties. En zodra jij dat patroon ook weergeeft bij een van de Nederlandse grote banken, wordt je transactie of teruggedraaid of een tijdje stilgezet. En dat is iedere dag een strijd. Het is niet zozeer dat iemand ooit kunnen zeggen, we rollen de oplossing uit. Nee, er zitten mensen in security operation centers daar 24 uur per dag naar te kijken. Niet echt bevredigend. Het is leuk dat mensen firewalls en virusscanners en alle andere dingen helpen, maar die helpen dus geen reet hier tegen. Anders zou iedereen naakt al zeggen, installeer een virusscanner, dan doen wij het security operation center weer dicht. Maar zo is het niet. Hoe werkt het nou in andere landen? Dat is wel heel grappig. Veel landen kan je dus gewoon een vijfcijferige pincode inloggen. In sommige landen hebben ze gezegd, we hebben die desktop echt wel opgegeven. En die hebben de loopgravenoorlog van dat Security Operations Center verplaatst naar jouw computer. En die eisen dus dat als je wil internetbankieren, dat je op je computer allemaal plugins installeert. Die de hele computer in de gaten houden dat er niemand het toetsenbord heeft overgenomen. Dat er niemand screenshots zit te nemen van jouw scherm. Dat er geen ander netwerkverkeer plaatsvindt terwijl jij aan internetbankieren bent. Dit heeft er in Zuid-Korea toe geleid dat je verplicht een ActiveX-component moet installeren. En het rare effect daarvan is dat in Zuid-Korea 99,8% van al het internetverkeer uit Internet Explorer komt. Dat is best wel heftig, maar dat is de enige voor wie ze ooit die ActiveX-plugin hebben gemaakt. Inmiddels zijn ze wel iets breder bezig daar. Maar dat is dus een manier waarop mensen dus proberen die computer weer schoon te bezemen tijdens het internetbankieren. En met redelijk succes, maar er komen wel weer steeds nieuwe versies van die plugins uit. China schijnt net zo'n verhaal te zijn, maar probeer maar eens iets uit te zoeken over China. Net zoals mensen die daar werken en die daar wonen en die zeggen dat ze het niet eens proberen. Die hebben grote schoendozen vol met geld. Wat ook niet helpt, is dat de grootste munt, het grootste biljet wat ze in China hebben, is 12 euro waard. En je moet bijna alles in het echt betalen. Dus mensen betalen hun huur met schoendozen vol met knaken en ze vertrouwen het internet ook niet. Dat gelijk hebben ze ook. Nou, dit is dus een doorlopend gevecht, waarbij de banken steeds meer moeten investeren om de scammers buiten de deur te houden. En in een aantal gevallen is dat al helemaal doorgeslagen. Ik sprak een Engelsman, twee Engelsmannen, het zijn onafhankelijke verhalen van elkaar, die allebei weten als ze met hun creditcard naar Amerika gaan, stopt hij na een paar dagen met werken. Want dan gaat het fraudealarm in Amerika af van, joh, dat is raar, deze creditcard komt normaal nooit in het buitenland, terwijl ze dat toch een paar keer per jaar doen. Dus die Engelsen die ik ken, nogmaals, het zijn er twee, die hebben allemaal nog een extra creditcard die ze dan kunnen gebruiken voor de vijf dagen daarna. En dit is inmiddels wel geaccepteerd, dat het zo is. Een andere vriend van mij, zijn vader was met een creditcard op pad in Afrika. Dat was in drie dagen tijd in drie landen. Ja, dat was te veel voor de computer. En dan mag je hopen dat je nog cash bij je had. Dat betekent dus dat de boeven hebben gewonnen. Het is kennelijk niet meer mogelijk om het betaalgedrag zo te beveiligen dat we het vertrouwen. En op dezelfde manier, als jij nu ineens zomaar vanuit Nederland je Poolse aannemer om via je bank zou willen betalen, volgens mij gebeurt dat nooit overigens, maar als je dat zou willen, kom je betaling waarschijnlijk ook niet zomaar aan. Dan krijg je een gezellig telefoontje van je bank en zeg je, komt het nou echt dat je zoveel slotties wilde overmaken. En dat levert vertraging op en ellende. Banken zijn het spelletje ook inmiddels zat en zijn in een aantal landen bezig om te zeggen, joh, het risico van fraude, dat gaan we aan jou geven als klant. In Engeland is dat bij de introductie van PIN en chip, dus pinnen met een smartcard. Er kwam een kleine wijziging in de algemene voorwaarden. We zeiden, joh, aangezien deze smartcard niet te kopiëren is, gaan we jou gewoon verantwoordelijk houden als er aan mee gepind is. Nou, die strijd loopt nog.
In Nederland proberen ze dat misschien ook een keer. Ik heb de afgelopen jaren best veel met banken gesproken, vanuit Fox IT of vanuit andere kringen. En die zeggen binnenskamers, en dat reken ik nu maar even buitenskamers, die hebben de desktop al lang en breed opgegeven. Die zeggen, joh, alle beveiligingsmaatregelen daar werken niet, iedereen klikt oké op alles. Ze hebben er ook wat percentages van, dat er een SSL-storing is geweest. En dan zou je denken, dan zal het verkeer naar je internetsite toch wel wat verminderen. Vanwege al die warnings en pop-ups, maar daar is weinig van te meten. Heel kort aan het begin even. Naar buiten toe zeggen ze, we hebben SSL, dus we zijn veilig. Wat ik een heel goed verhaal vind. En ook ergens wel begrijpelijk is, want als je het soort drama verhaal gaat vertellen wat ik nu vertel, dan stopt inderdaad iedereen geld weer in de schoenendoos. Kortom, dit is best wel ellendig. Hoe is het nou zo gekomen? Lang geleden hadden we een computer en daar is ooit het woord Trusted Computing Base uitgevonden. Een set computers en software die je kunt vertrouwen dat ze doen wat je denkt dat ze doen. En dat was een vrij naïef model, dus nu vinden we dat naïef. Je hebt een set transistors, we weten wat een transistor doet. Daar maak je een CPU mee, die CPU is daarna af en gaat niet meer veranderen. Een operating system, iedereen weet hoe dat werkt. Daarop zijn libraries en daarop draaien programma's. En die programma's die laten zich niet onder de indruk brengen van rare macro's of JavaScript of allerlei andere dingen. Dit ging heel lang goed. Bijvoorbeeld WP 4.2, WordPerfect 4.2, als je dan nog even voor het geest kan halen. Sommige mensen waren toen nog net niet geboren, denk ik. Blauwe schermen. Toen was dit al zo. Er was niet zoveel ruimte voor jouw computer om besmet te raken met dingen, want er waren niet zo heel veel dingen om te besmetten. En een virusscanner kon ook nog vrij makkelijk kijken of alle interrupts nog naar de juiste vectoren wezen, want het was bekend waar ze naartoe moesten wijzen. Relatief simpel. Maar ja, dit is natuurlijk ook wel heel saai, want die CPU die gaat nooit iets anders doen dan jij wilde. En je kunt ook geen heftige, stoere drivers en plugins installeren. Dus, dit is een beetje hoe je computer van binnen in elkaar zit. Hieronder zit de transistor. Boven draait de CPU en allerlei hardware, netwerkkaarten, wifi-drivers, VGA-kaarten, harde schijven. Daarbovenop draait een BIOS, die is aan het begin van je computer heel belangrijk. Als je een computer aanzet, moet iemand een harde schijf kunnen bedienen. Moderne computers hebben dat weer vervangen door iets dat nog 75 keer ingewikkeld is. Een BIOS was een simpel ding, die is nu vervangen door EFI, die Extendable, gaan we al. Ik geloof een firmware interface of zoiets. Die heeft meer regels code dan Linux. En het enige wat hij doet is je computer aanzetten. En weer uit. Groter dan Linux. Daarboven draait je operating system, libraries, applicaties en content. Dit was een mooie stapel. En je kon behoorlijk zeker weten dat de CPU gewoon de CPU bleef. En de BIOS kon je ook niet veranderen, want daarvoor moest je het stickertje van de EEPROM eraf halen en in de zon houden. Dus je computer bleef behoorlijk doen wat hij al deed. En dat is natuurlijk helemaal misgegaan. Want dit is natuurlijk enorm niet flexibel. Helemaal aan het begin zeiden mensen, ik vind het gewoon niet leuk dat ik documenten kan sturen zonder computerprogramma's erin. Ik wil dat alles leeft. Dus toen kwamen de eerste mensen en zeiden, ja, ik wil toch wel heel graag JavaScript in mijn e-mail kunnen versturen. En niemand heeft me ooit kunnen uitleggen waarom je dat wil. En dat is tegenwoordig heel normaal. Als jij op dit moment een e-mailtje leest in Outlook, wordt dat gedaan door Office. Dus de hele glorie van Word wordt gestart om jouw e-mailtje weer te kunnen geven. Inclusief alle macro's en grappen en rollen die daaronder zitten. Die macro's kan je volgens mij één voor één uitzetten. Dat kan allemaal prima, maar dat is niet noodzakelijk dat dat gebeurt. Een tijdje later vond iedereen het toch wel vervelend. Die Word-macro's die waren zo rond 1997, 98 hadden mensen allemaal macro-virussen in hun Word. Dus er werd een PDF uitgevonden. En Hosanna, we konden weer een tijdje veilig documenten uitwisselen. Tot ook iemand daar zei van, hoe kan het toch dat er geen JavaScript in PDF zit? Dat moet toch kunnen? En inmiddels zijn PDF's weer net zo eng geworden als Word-files uit die tijd. Want het is eigenlijk op dit moment weinig enger dan een PDF. Heel moeilijk om dat tegen te houden hoor. Interessant voor iemand die zegt, er moet een programmeertaal in. Applicaties, hetzelfde verhaal. Ja, je koopt een programma. En bij die fabrikant zegt, joh, ik vind het leuk dat Office, maar ik wil toch dat hij iets anders werkt. Bij Microsoft is er wel home gelach, die hebben wel beters te doen dan Word voor jou aan te passen. En dit geldt ook voor iedereen, ook voor Oracle, Linux, Ubuntu, maakt allemaal niet uit. Dus toevallig als van Microsoft noemen we het niet, maar ik een hekel heb van Microsoft, maar ze zijn gewoon heel groot. En toen zeiden ze, nou, die applicaties van ons, die moeten ook absoluut plugins hebben. Gewoon Word uit de doos, dat kan echt niet goed genoeg zijn om
MySQL uit de doos of GCC uit de doos. Dat kan toch echt niet goed genoeg zijn. Iedereen moet gewoon weer extra shit in ons programma kunnen keuren. En zeg daar ook maar eens nee tegen. Zeg maar eens tegen iemand van, joh, dat gaan we niet doen. Nee, want plugins zijn cool en gaaf. En die lossen allemaal weer een probleempje van iemand op. Dus, daar komt de plugin. Nou, die libraries van je systeem. Ja, iedereen heeft wel een DLL'tje hier, een Java class path daar. En dat kan er allemaal weer bij. Dus als jij op dit moment aan een computer vraagt, zou willen weten van wat voor een... Ben jij nog de originele computer die ik gekocht heb? Of sta je helemaal vol met verbeterde versies van libraries? Je komt er niet eens achter. Iedereen kan altijd daar naar binnen schoffelen. Operating system is hetzelfde mee gebeurd. Operating systems veranderen op zich niet zo vaak. Je koopt, of je krijgt, of je downloadt, je Linux, of je Windows, dat was hem dan. En er is er altijd weer iemand die zegt van, joh, zou het niet onwijs tof lezen als ik een library had waarmee ik een slimmer toetsenbord kon implementeren. Voor een snellere ingave van Thaise letters of zo. Dat wel echt een legitieme vraag is. En natuurlijk zeggen ze dan bij jou, leverancier van je operating system, gaan we voor je doen. Zorgen wij ervoor dat jij iedere toetsaanslag van het toetsenbord kunt overnemen, kunt herinterpreteren en kunt vervangen en weer door kunt geven. Tuurlijk doen we dat voor jou. En dat is ook leuk voor je braille laser en alle andere spullen. Dus dat is best begrijpelijk. Vervolgens, door datzelfde leuke feature die je gemaakt hebt, rijdt een heel schip, of een vaart een heel schip vol met keyloggers naar binnen. Van allemaal boeven die het ook wel leuk vinden om jouw wachtwoord mee te lezen. En zo begon een goed idee van laten we leuke Thaise mensen helpen of slechtziende mensen. Heb je ineens een complete keylogger-industrie mogelijk gemaakt. Ik herinner mij ooit dat iemand mij vertelde dat er in Windows maar liefst 4 manieren zijn om een toetsenbord af te luisteren. Dat toch altijd weer iemand was die nog 1 extra maniertje wilde om dat te kunnen. Ik zie wel dat ook. 4. Nou, dit is op zich nog wel vergeeflijk, want het heeft wel een legitiem doel dat iemand dit graag wilde doen. Maar je vraagt je toch echt af wat er door iemand zijn hoofd heen ging toen hij zei, ja, ik ga een API maken waarmee je onzichtbare programma's kunt installeren. Nee, even, wat ging er nou toen door je hoofd? Ja, dat was een marketing dingetje. Het geldt bijvoorbeeld voor zowel Android telefoons als iPhones. Daar draaide het programmaatje Carrier IQ op. Van vrij veel telefoonmaatschappijen. En het idee van Carrier IQ was dat jouw telefoonmaatschappij het leuk vond om wat statistieken te hebben over hoe goed jouw telefoon het deed. Zo begon het verhaal. En dat is best wel leuk, van hoe goed is mijn dekking nou op verschillende plekken in de wereld. En hoeveel bel ik nou? Nou, oké dan. Daar kan je al boos over worden. Alleen die mensen hebben toen voor het gemak ook maar even gezegd, ja, we gaan ook even al je toetsaanslagen afluisteren. En aangezien mensen nogal zenuwachtig worden van dat programmaatje Carrier IQ wat op de achtergrond rijdt, lieve Google, lieve Apple, kunt u voor ons een API maken waarmee we onzichtbare programma's kunnen installeren? Ja, natuurlijk. Is goed. En dat is nou een van die voorbeelden die je dus beter niet op kunnen. Maar iedere keer is er wel weer een goed uitgevoerd. Wel, iemand zegt, ja, ze willen bij Media Telecom dus 100 miljoen van die telefoons bestellen, maar dan moet wel dat programmaatje onzichtbaar gemaakt kunnen worden. Dat hebben we ook. Ah, dat lukt wel. En dat gaat vervolgens nooit meer weg. Ja, hetzelfde operating systems. Je hebt van die drivers waarmee je kunt zeggen van ja, je kunt een layer driver maken en die gaat op je file system zitten. Dan kan je net 1 file mee verstoppen. Ja, dat heeft vast een legitiem doel ook. En zo gaat het maar door. Het is onwijs moeilijk om dat tegen te houden. PowerDNS, trouwens mijn eigen software, is hier totaal geen uitzondering. We kregen een keertje vraag bij PowerDNS en mensen zeiden, ja, ik heb nu een DNS-situatie, ik heb een vraag binnen, de monitor geven daar dit antwoord op, maar voor sommige mensen zouden we daar graag een ander antwoord op geven, want die modems zijn verkeerd geconfigureerd. We begonnen bij een hele grote telefoonmaatschappij. Ze zeiden, ja, die vragen nog naar onze oude domeinnaam, die modem moet net een andere IP hebben. Ik zei, joh, bouwen we voor je. Dus fantastische Lua-plugins in PowerDNS, en voor we het weten staan er enorme advertentiefarms overal. Die mensen met PowerDNS hebben gebouwd om al jouw typfouten op te zetten in knaken. Maar ja, en nu gaat het ook nooit meer weg, want inmiddels zijn er allemaal mensen die leuke dingen doen met die plugins. Dus kortom, het is echt moeilijk om als ontwikkelaar ballen te hebben en te zeggen, doe het niet. Iedere keer dat iemand weer met een feature komt, denk je, waarom nog niet joh? En voor je het weet heb je een compleet nieuwe Nigeriaanse industrie gelast. De BIOS, dat is wel een leuke. Er zijn een paar varianten van. BIOS is de chip die helpt jouw computer aan te zetten en ook weer uit te zetten.
En dat de harde schijf dan begint bloed en dat hij zijn netwerkkaart kan vinden. Allemaal andere nuttige, belangrijke dingen. BIOS is met name aan het begin heel belangrijk en daarna wat minder. Maar er zit nog een ding op je computer tegenwoordig. Dat niet zoveel mensen weten dit. Server management mode, system management mode. Ik zie een paar mensen al bedenkelijk knikken. Ooit een keer dachten die moederbordfabrikanten, die dachten van wij willen ook een keer de baas zijn. En die wilden graag de CPU van de computer gebruiken om de temperatuur mee te regelen. Of om de fans mee aan en uit te zetten, of allerlei dingen te doen. Dus wat kan je moederbord nou doen? Je moederbord kan een pinnetje omhoog gooien. Op dat moment laat de CPU alles wat hij doet is uit zijn handen vallen. Zet je hele operating system in de wacht. En start system management mode. En daarin kan hij dus op zich leuke dingetjes, nuttige dingen doen met je computer. Maar die mensen van die moederbordfabrikant, die hadden zoiets van, nou, dat kunnen we krijgen dit maar één keer voor elkaar. Dus die hebben geregeld dat ze dus vervolgens alles kunnen. Dus jouw CPU heeft allemaal hele mooie beveiligingstechnieken om hackers buiten de deur te houden en zo. Maar het zijn die moederbordmensen, schijt aan. Dus er zitten op alle Intel chips zitten een leuk pinnetje. En dat zet je omhoog en de service management interrupt. En op dat moment kan het moederbord alles met jou doen. Dit lag daar zo een paar jaar. Ingevoerd in 80486 SL, chip waar ik nog nooit van had gehoord. Maar ja, dat lag er al die tijd. En in 2008 dacht iemand, hé, dat is leuk. En die heeft een stukje firmware in die server management mode gepeurd. En daarmee echt een rootkit gemaakt die je nooit dood krijgt. Want het stukje geheugen waar die system management mode draait, die zou je nooit zien. Dat is namelijk van de moederbord. Dus je kunt het hele geheugen scannen wat je hebt, je zal het nooit zien. Het was onwijs moeilijk om het te doen, maar in 2008 is iemand het gelukt. En echt knappe jongen als je hier ooit achterkomt. Want op het moment dat die interrupt dus afgaat, en dat ga je ook vanuit het operating system doen, gaat de computer in een totale zombie-wereld en die hele andere dingen aan doen.